jij en je team van het Nonnetje gaan meedoen aan het NK Koken op de Horecava. Hoe was dat voor jullie toen jullie gebeld werden door Theo van, hey, hebben jullie zin om mee te doen? Ja, heel leuk. Ook een compliment dat je gevraagd wordt. De nieuwe opzet van de wedstrijd heeft ons ook aangesproken. Een teamwedstrijd in plaats van dat je in je eentje een wedstrijd staat te koken. Dus ja, dat alles bij elkaar opgeteld vonden wij het een enorme uitdaging om toch ook een gooi te gaan doen naar de overwinning. Zoeken naar producten in onze eigen regio, dat doen wij al. Werken met veel Nederlandse producten. Helemaal 80-20 is het niet bij ons, maar ik denk dat we een heel eind komen. Het is misschien soms wel eens 70-30, maar het is ook wel eens een gerechtje in een menu, gewoon 100% groente. Dus wij stoppen ook gewoon vegetarische gerechten in de menus. Slaat enorm goed aan. Een tijdje geleden hebben jullie die tweede ster bemachtigd. Hebben jullie nog wel tijd om jullie enigszins een beetje voor te bereiden? Heel eerlijk, het is inderdaad behoorlijk geëxplodeerd hier de afgelopen weken. Dus wij hebben niet heel veel tijd kunnen besteden aan oefenen. Maar ja, het is black box. Wat wil je oefenen? Wat wij gewoon doen is uitgaan van onze eigen kracht. Uitgaan van onze eigen identiteit. De dingen doen die we hier ook doen. En zo stappen wij daar eigenlijk in. Dus geen oefensessies geweest voor ons. Het was een beetje overleven. Maar natuurlijk, we zitten in een geweldige roes, in een geweldige flow. En dat geeft ook veel power, moet ik zeggen. We gaan ons uiterste best doen om te winnen. We gaan om te winnen. Of het lukt, daar hebben we geen garanties over. Maar wat ik zeg, we gaan daar vanuit onze eigen kracht, vanuit onze eigen identiteit, zo goed mogelijk, zo mooi mogelijk koken. En dan is het eigenlijk aan anderen om daarover te oordelen.